Neem je weer even mee naar uh, een bank vol prachtige dames. Ze zijn al hier in het wietkleed, al hier een beetje in ja, de rock'n'roll, de rockbilly sfeer. Ik neem even naar Tineke, toch? Tineke. Ja. Um, wat zo is het prachtig, huh? Wat leuk dat dat er in mij nog maar? Geweldig, geweldig ja. mooie dames zijn het. Ja. Welkom, dames. Hoi. het is Jommel Juron. Is dit een bestaande groep? Hij oh. met me van alleen voor Hoe zit het eigenlijk? Nou, het is de bedoeling dat dit uh, de showgirls ja. van de heyride worden. Ja. Zijn. Het is uh, deze meiden, die zult u ook zeker, uh, die zijn aanwezig op het evenement. Ja, vertel even, want daar hebben wij toevallig al een tijdje contact door. Daar bestond mij de organisatie bezig van een hele leuke speciale tijd. Liz, even nut. Ja, het is geweldig. Uh, we kwamen bij een uh, van de van bedrijventerrein de Middelzee. En daar is een evenement uitgerollen waarvan de bedrijven met z'n allen volledig gaan promoten. Ja. Hun eigen ding laten zien Was ook allemaal in hun werkzaamheden laten we ook echt op de kaart zetten van nou wat zijn we nou eigenlijk wat doen we nou eigenlijk in plaats van alleen op de boekjes natuurlijk okay. dat gaan we aankleden met prachtige modellen mooie auto's en in totaal een tien X bands en show wat er dan bij is. Wanneer is het op Ja, juni ook hè? Ja, 21 juni en begin begint om 1 uur en we eindigen 1 uur s'nachts. Met een afterparty tot in de later uurtjes. Ja. En wat voor bands zit er al in spelen? Ja, oei, je bent... Het is, uh, ik heb hier de flyer uh, Willem. Ik heb uh, Frantic Firming, Bixby Rocketeers, BRW, One Man Band en Rosma, Keizer en de Laporte. De thumbing logo's. Welke zullen zijn van 6 uur tot 8 uur in de E-tijd. S'avonds onze topband, serieus. Yeah. We weten het allemaal. De Highway 54. Die zal spelen van 10 tot 1 uur s'nachts. Daarna nemen we de. Tubling het afterparty erover. De ex, Marilyn Monroe, Deborah Bakker. Geweldige meid, heeft ook weer in een hooi gestaan. Dus okay. we weten wat we krijgen. Sim Salabim, in samenwerking met Danschool Let's Swing ja. uit Zuidhoorn. 29 juni stiens, met al deze dames erbij uh, en wat een leuk tafel trouwens, Howard met de Three Farmers Boys, want ja, dat is een beetje een rock'n'roll sfeer dus die daar. Ja zeker, zeker. Rocky Ronnie heeft ons uh, geholpen met een flyer. Ah, okay. Mijn complimenten, we gaan best wel een applausje. Zijn? Applaus voor Ronnie! Herinner <applause> <applause> je hem nou elke dag zijn discipline hoor. Nee. Hè? Nee. Nee. Ze had een prachtig rugje. <laughs> ja dat wel. Ja. Vaker rock'n'roll feesten te, te zien? Ja. Ja. Rockabilly bandjes, zoals dit, dat vind je dus leuk. Ja. ja. En 21 Juni, dat wordt een lange dag. Ik hoop dat het mooi waar wordt, want dan horen die rockjes net hier net zo ja. En En de Rijn. Ja. Is de hele dag rock en roll, proto-rockabilly muziek ik dus? Ja. ja. Echte smaak dus? Ja. ja okay. Leuk hoor. Ja, deze modellen hebben, moet ik er even bij zeggen, we poseren allemaal. Okay. In totaal zitten wij qua deelnemers, inclusief bedrijven in de Middelzee met prachtige bedrijven, wat ja. alle moeite waard is om daar te komen kijken. Ja. We hebben in totaal, gaan we richting de 160 deelnemers. Jeetje. Dus het moet een geweldige dag worden. Dat kinderdorst. Lul lekker zitten en al je donsje volgen. Gimme M. Gong Hekma. Niks, maar alles, mij heren. We nemen hem zeker nog een pik in beeld. Want het is er zo fantastisch uit. Ja, ze mooie dames. Hou je net elke week, hè? Nee, lekker van genieten, toch? Ja, ik geniet er zeker van. Ik de.